Hey mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nou, vandaag gaan we wat anders doen dan normaal. We gaan niet het grote water op, maar we gaan een kanaal slash rivier bevissen. We gaan ook gewoon groot rubber gebruiken. Dus de 7x Roach gaat ook gewoon proberen hier. Kijken of we daarmee mooie vis kunnen vangen. Dus we gaan jullie meenemen vandaag op de trip. En we gaan kijken wat het gaat brengen. En dat ging ineens dubbel, mooi hè? Helemaal niet zo heel leuke vis. Ik zie wel dat ik hem veilig kan pakken aan de andere kant. Mooie vis, nog? Die gaat vrij makkelijk los. Even los. Nou, dat is wel een gave vis, toch? We hebben hem even gemeten. 91 centimeter. Eerste vis van de dag. Super mooie vis. Hij heeft echt een hele mooie tekening. Gaan we hem snel laten zwemmen en op naar de volgende. Fijn, maar fijn. Ik denk dat hij honger had. 32 centimeter roach. Levert gewoon vis op. Nummer 2. Gaat hij weer. Heel rustig naar de diepte. Dat betekent weer een boxie. Box. Nou, wat ook heel belangrijk is op het moment dat je gaat vissen op water wat je niet zo goed kent. Ik gebruik daarvoor de Navionics app en de Navionics kaart. De kaart kun je in je dieptemeter stoppen en dan geeft hij dus eigenlijk alle bijzonderheden op het water geeft hij aan. Veel informatie geven over een water qua dieptes en dat soort dingen. Dus dat is zeker een aanrader om te gebruiken tijdens het vissen vanuit de boot. Een beuker zeg. Nou, valt me. Maar geeft wel goede actie. Oh man, man, man. Zo'n harde aanbeet, hè? Ongekend. De meter. Ja? Ja. Denk ik wel. Thank you.
zijn wel goed levendig in ieder geval. Hij trekt het goed. Kijk waar hij met me heen trekt, joh. Boom. Boom. Oh, dat is een mooie vis, hoor. Nou, jongens. Wat een bak, hè? Zo, wat een mooie vis. Op de steunengel, op de 32 centimeter roach. Klapte enorm en dubbel. Wat een tank, hè? Wat een mooie tank, joh. Wat een kleur die is, hè? Mooi, hè? Oh. Wat een gevecht, hè, gaf hij, hè? Krijg nog even een klein hoesje. Lekker, man. Box. Bam. Oh, mooie arbeid, mensen. 32 centen bij de boot. Volle bak klappen. Oh, wat een klapper, erop. Jongen. Wat een agressieve lel, zeg. Nou, gaan we eens even kijken. Heel veel uit. Poh, geen goede sport, hoor. Zo, haakjes los. 32 centimeter roach. Ja, het is echt wel de klappen vandaag, hoor. Mooi vis, denk keer 90, denk ik. Stuurde hem net de taluut af, hè. Nou, hetzelfde ritueel, even een plaatje maken. Leg hem heel even op het meetlintje. Even kijken hoe lang die is. En dan zetten we hem weer veilig terug. Nou mensen, 96 centimeter. Weer een mooie vis. Nou, zet hem snel terug. We staan een dag hier groot kanaal / rivier aan het vissen. Dat is toch een beetje zoeken naar de vis, kijken wat de sleutel was. We hebben nu toch wel gemerkt dat we teluut op, teluut af, dat toch wel de vis oplevert. Dus we vissen eentje met de planer iets verder van teluut af en eentje met in de steun of in de hand iets korterbij. Waardoor je gewoon dat teluut heel goed bevist. Nou ja, het levert weer een mooi vis op, dus we gaan snel weer verder en op naar de volgende. Misschien 200 meter. Daar heb ik de volgende erop. Je kijkt dit soort snoekjes ook. 32 centimeter. En gewoon op de 32 centimeter roach. En gewoon volle bak er overheen schuiven. Kijk. Dat is gewoon bijna twee keer die roach. Gewoon een leuk visje. Maar even voor de nummers. Zal die zijn? 75 of zo ongeveer. Nou, lekker boeiend. Gewoon een mooie vis. Gaat er snel terug. Op naar de volgende.
En houden? Kleintje. Oké. Okay. Oh. Ja. Jij dacht ik het zomaar even kon pakken. Heb je hem al los? Lekker. Lekker dan, mooi visje. Mooi aanwezig op de planer, hè? Ja, lekker, lekker visje. Gaat lekker met de nummer zo. Weg is die. Lekker ouwe. Bam! Oh, het is toch nog een redelijke vis. Ja? Ja, het is een redelijke vis. Wat is dit dan? Als je het dan met je leuk gaat. Ja, het is wel een serieus. Leuke vis. Gewoon weer een mooie vis hoor. Teken. Echt een leuke vis. Goeie vis. Harde aanbid op de handhengel. $88 centimeter. Super mooi sterke vis. Ja, mooi hè. Dat is nog een kleintje. Ja. Ze hebben er nog veel groter hoor. Ja. Lekker hoor. Bam. Oké, okay, we hebben weer een aanbeetje. Ja, dat is mooi. Ja? Ja, ik denk het. Oeh, ja.
for your finger. Boom! Los? Bijna. Oké. Lekker, laat hem eens even zien nou hoor, dat is een meter. Dat is een meter, dat is lekker zeg, wat een beloning. Oh, wat een mooie vis. Zo ouwe, folietjes zijn gemaakt. Gaan we even meten. Ja. Dan komen we uit op 1 meter 2. Ja, 1 meter 2. Boom jongen, wat een mooie vis hé. Wat een prachtige vis hé. Zo! Hoho, beloning ouwe. Bam! Bam. Zo. Leuke vis hoor. Is het vast hè? Ja. Ja maar dook erop op jongen. Mooie vis hoor. Zo, wat een aanbeet ook weer hè. Snoeihard. Pok, zei hij. Hoeveelste wordt dat vandaag? Ja. 94 centimeter. Dat is wel een mooie vis. Maar even een fotootje maken en dan laten we zo nog even de release zien. Zo mensen, dat was hem weer. We hebben een dagje getrold op lang kanaal, / rivier. We hebben verschillende mooie vissen gevangen. 2 meter vissen, verschillende 90'ers, een paar 80'ers. Dus we hebben echt een topdag gehad. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video, doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal, doe dat dan even. En laat een reactie achter onder de video als je dat leuk vindt. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Later!